Ideetje van Wokka Wokka. Nu volgt weer een reclamebericht, vermomd als nieuws. Nee, net andersom natuurlijk. De mannen en vrouwen achter Wokka Wokka hebben als zoals bekend allemaal een wetenschappelijke achtergrond. Ze zijn bijvoorbeeld in de wetenschap dat er met elektronica geld verdiend kan worden. Maar ter zake. Wokka Wokka, dat met een aantal mensen met sandwichborden op de dag voor de radioamateur aanwezig zal zijn, zal op dit evenement meerdere nieuwe producten lanceren. Een nieuw product is bijvoorbeeld de snoepgoedantenne. Wokka Wokka wilde eerst een wegwerpportofoonantenne introduceren, maar wat heb je eraan als je hem moet wegwerpen? In plaats daarvan ziet de snoepgoedantenne eruit als een gewone portofoonantenne. Hij is echter gemaakt van geleidend glucose en heeft de smaak van een zuurstok op de kermis. De antenne die voor eenmalig gebruik bedoeld is, voldoet op de SMA-connector na volledig aan de voedsel- en warenwet. En er zit een handige breukrand op, zodat je de connector na eenmalig gebruik eenvoudig van de zuurstok kunt afbreken. Een ander uniek product dat Wokka Wokka op de dag voor de radioamateur zal introduceren is de handmicrofoon met ingebouwd elektrisch scheerapparaat. Ja, u hoort het goed. Dit product richt zich met zijn handige dubbelgebruik niet alleen op de zendamateurmarkt, maar ook veel breder. Als je hier de auto voor de stoplichten staat te scheren, dan loop je ook als niet-zendamateur al snel het risico dat je een bekeuring krijgt. Dat kan hoog oplopen. Je bent zomaar €120 kwijt als het al niet meer is. Het gebruik van de amateur- of 27MC-microfoon is echter in de auto altijd toegestaan. Zo kan iedereen zich dus weer met een gerust hart achter het stuur scheren. Van dit laatste product, de handmic met ingebouwd scheerapparaat, in goed Nederlands de Rasiermicro genaamd, zullen er op de dag van de radioamateur een eerste 50 stuks te koop zijn. Voor een speciale beursprijs die 20% hoger is dan de winkelprijs. Ja mensen, je moet er iets voor over hebben als je de eerste wilt zijn.